Hallo, wij zijn Poets & Addicts. Ik ben Tom, dat is David. En we gaan even wat vertellen over het nummer Gone van ons. Ergens in juni kreeg ik het vervelende nieuws dat een van mijn beste vrienden van de middelbare school zelfmoord had gepleegd. Daar was ik nogal kapot van. En hoe los je dat op? Door een liedje te schrijven natuurlijk. Dus dat heb ik gedaan. Een tekstje met een heel simpel gitaarpartijtje. Ja, yeah, you were once my hero, but now you're gone for good. Dat is waar het over gaat. We waren heel close toen. En toen heb ik hem jaren niet gesproken, die vriend van mij. En ik dacht altijd dat we elkaar nog wel zouden zien. Maar dat zit er niet meer in. Toen ging Tom iets spelen. Ja, en dat was best inderdaad. Wel bitchen. En zo gaat het heel vaak met onze liedjes. Ik schrijf teksten, gewoon als losstaande teksten vaak. Of met een simpel gitaarlijntje eronder. En tijdens de repetitie gaan we al jammende, al spelende, maken we liedjes. Ik heb zo'n gitaar meestal met Poets & Addicts een hele stap lager. Hij is nu niet helemaal goed gestemd. Maar dan verzinnen we een ideetje of een riffje. Aangezien ik werk met heel veel effecten, moet ik altijd kijken dat als ik een akkoord aansla en ik heb die effecten aanstaan, dan wordt het heel modderig. Want dan gaat mijn baspartij probeert de noot te vinden en meerdere noten, dus dan gaat die heen en weer vliegen. Dus meestal blijft het bij één lijntje. En dit was een nummer wat wel redelijk snel af was, toch? Ja, dit was het einde hebben we er nog een keer achteraan geplakt. En we hadden eerst nog een keer een ideetje met nog een breakdown ergens tussen. Maar dat is uiteindelijk niet... Nee, inderdaad. Heel veel nummers zijn altijd een soort van work in progress totdat we er gewoon blij mee zijn. Ja. En dit is misschien 2 repetities geweest. Ja, 2 repetities. En toen speelden we hem al de laatste keer voor de zomervakantie toen. Ja, inderdaad. Die hebben we ook heel snel meteen live gedaan. Klaar. Die hebben we toen live gespeeld, toen we hem in de middag zeg maar afgemaakt hadden. Was het dan, oké, cool. Die is af, kunnen we hem vanavond meteen laten horen. En mensen vonden hem vet, dus dat was cool.